Op woensdag 5 januari 2011, even voor 2:30 middags, breekt brand uit bij Chemiepak in Moerdijk. De brand ontstaat op het middenterrein. Binnen korte tijd breidt de brand zich uit tot een onbeheersbare plasbrand die het hele bedrijf en een naburig bedrijf zal verwoesten. Hierbij worden grote hoeveelheden schadelijke stoffen verbrand. Een grote rookpluim verspreidt zich in de omgeving. Ten noorden van de brandlocatie worden de sirenes in werking gesteld. Kort na middernacht wordt het sein brandmeester gegeven. In de dagen na de brand melden zich meer dan 500 hulpverleners en omwonenden met gezondheidsklachten. De schade aan natuur en milieu is nog niet in de volle omvang bekend. Chemiepak is een BRZO-bedrijf dat zich bezighoudt met opslag, verwerken en verpakken van chemicaliën. Bedrijven die op deze schaal werken met gevaarlijke stoffen zijn onderworpen aan het strengste veiligheidsregime dat Nederland kent. Het bedrijf beschikt over een aantal ruimtes voor bewerking en opslag van de goederen. Conform de vergunningen is een aantal ruimtes voorzien van diverse brandbeveiligings- en blusinstallaties. De productie- en opslaghallen bevinden zich rond een middenterrein dat dient voor de aan- en afvoer van de goederen. Volgens de milieuvergunning mogen op het middenterrein geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Wel mag onder de overkapping een werkvoorraad van maximaal 100 ton staan. Het laden en lossen dient plaats te vinden op de zogenaamde calamiteitenplaats of op de 3 laad- en losplaatsen onder de overkapping. Buiten deze plaatsen zijn op het middenterrein geen voorzieningen om vloeistoflekkages op te vangen of vloeistofbranden te blussen. De gemeente Moerdijk was verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning aan Chemiepak. Gedurende een 6 jaar durend proces constateerde de gemeente verschillende malen dat het bedrijf gebrekkige informatie aanleverde. Toch heeft ze zich traag en te coulant opgesteld. Chemiepak hield zich niet aan de vergunning en niet aan de eigen procedures. Zonder toestemming werden plastic containers met brandbare vloeistoffen op het middenterrein opgeslagen. De beheersing van de risico's door het bedrijf was ook niet van het niveau dat verwacht mag worden van een BRZO-bedrijf. Ook bij de handhaving door de regionale milieudienst, de arbeidsinspectie en de brandweer zijn in de loop der jaren veel overtredingen van de veiligheidsvoorschriften vastgesteld. Geen van de handhavende instanties heeft onderkend dat Chemiepak de risico's onvoldoende beheerste. Op de bewuste woensdag 5 januari wordt aan verschillende opdrachten van klanten gewerkt. Het verpompen van de stof xyleen, het mengen van 2 koolwaterstoffen met een polymeer en het mengen van 2 harsen. De xyleen en de koolwaterstoffen zijn alle zeer brandbare stoffen. Vanuit tankwagens worden vaten en zogenaamde intermediate bulk containers of IBC's gevuld. Deze IBC's zijn kunststoffen containers van 1000 liter, versterkt met een stalen frame. Door de standaardmaat en de stapelbaarheid worden deze overal ter wereld veel gebruikt. Na het vullen worden de IBC's in de opslagloodsen onder de overkapping en op het binnenterrein geplaatst. 'S Middags wordt begonnen met het mengen van 2 typen harsen. Om de hars minder stroperig te maken is deze voorverwarmd tot 70 graden Celsius. Het mengen van de harsen vindt onder de overkapping plaats, maar de pomp staat buiten op het middenterrein. Voor het overpompen van de hars wordt een zogenaamde membraanpomp gebruikt. Deze pomp werkt op perslucht. Dit type geeft geen risico op explosie. Na gebruik wordt de membraanpomp schoongespoeld met het brandbare xyleen. Door het aan- en afkoppelen en mogelijke lekkages stroomt daardoor altijd een aantal liters xyleen in een lekbak onder de pomp. Dat was ook op deze koude januaridag het geval. Door de kou koelde de hars in de leiding af en werd moeilijk overpompbaar. Daarnaast werd de pomp verder afgekoeld door de expansie van de ontsnappende perslucht die de pomp aandrijft. Zodanig dat die bevriest en niet meer functioneert. Hierop tracht een medewerker van Chemiepak na overleg met zijn leidinggevende de pomp te ontdooien met een gasbrander. De raad concludeert. Op het middenterrein stonden ten tijde van de brand enige honderden IBC's met brandbare en gevaarlijke stoffen. Dit was niet toegestaan binnen de vergunningen. De werkzaamheden op het binnenterrein, mengen, overpompen, waren geen onderdeel van de vergunning.
Werken met het brandgevaarlijke xyleen vereist speciale veiligheidsmaatregelen. Deze zijn niet getroffen. Inspecties door de bevoegde instanties werden van tevoren aangekondigd. Tijdens deze controles werden geen verboden werkzaamheden uitgevoerd. Het ontdooien van de pomp is in eerste instantie succesvol. De hars stroomt weer naar de afvulmachine. Na enige tijd komt het verpompen opnieuw tot stilstand. Wederom tracht een medewerker hem met de gasbrander op gang te helpen. Hierbij vat de xyleendamp in de opvangbak vlam. Medewerkers van Chemiepak proberen de vlammen te doven met blussers. Dit heeft geen resultaat. Mogelijk onder invloed van de hitte van de brand warmt de pomp met daarin de hars op. Deze staat nog steeds ingeschakeld. Op enig moment is onder invloed van hitte en druk de afvoerleiding afgebroken. Hierdoor wordt de brand gevoed met vloeibare hars uit de pomp. Omdat deze niet is stopgezet, wordt steeds meer brandstof op de vlammen en ook buiten de lekbak gepompt. Medewerkers van Chemiepak proberen de brand nu ook te blussen met een harde waterstraal. Dit heeft een averechts effect. De brandende xyleen en hars verspreidt zich verder en bereikt nu de in de buurt staande IBC's. Uit laboratoriumproeven blijkt dat IBC's onder invloed van brand met de aanwezige vloeistof bij Chemiepak binnen 1 minuut lek kunnen raken, waarna de hele inhoud naar buiten stroomt. Vanaf dat moment is de brand niet meer te beheersen. De raad concludeert. De brand ontstond doordat xyleendamp boven de opvangbak met een gasbrander werd ontstoken. Na het ontstaan van de xyleenbrand is de pomp niet afgeschakeld. Nadat een las in de persleiding afbrak, kon hars uit de pomp de brand voeden. De brand in de opvangbak werd ook met een harde waterstraal geblust, wat heeft bijgedragen aan het zich verspreiden van de brand. Een onvoldoende voorbereide BHV-organisatie heeft bijgedragen aan het mislukken van de blussing en de escalatie van de initiële brand. IBC's kunnen binnen enkele minuten smelten, waarna de brandbare inhoud naar buiten stroomt. Bij Chemiepak, met de aanwezige koolwaterstoffen, was dit binnen 1 minuut. Na het uitbreken van de brand wordt de brandweer gewaarschuwd. Als die arriveert, heeft het vuur zich al zo ver verspreid dat blussen niet meer mogelijk is. Alle brandbestrijdingsinstallaties van Chemiepak zijn gericht op het bestrijden van brand in de productie- of opslaghallen, niet op het middenterrein of onder de overkapping. Bovendien is de capaciteit afgestemd op het bestrijden van brand in 1 hal tegelijk. Nu de brandende vloeistoffen alle hallen tegelijk binnendringen, voldoet de aanwezige blusinstallatie niet meer. Ook deze hallen vol gevaarlijke stoffen gaan verloren. De explosies van stalen vaten, gevuld met chemicaliën, maken het benaderen van de brandhaard levensgevaarlijk. De brandweer laat het bedrijf uitbranden, zodat gevaarlijke stoffen zo volledig mogelijk verbranden en om zo ook de overlast van de rook te beperken. Ook tracht de brandweer belendende percelen te behouden. Iets wat maar ten dele lukt. Uiteindelijk neemt de hitteintensiteit rond middernacht zo ver af dat de brand met een schuimdeken geblust kan worden. De manier waarop de brand bij Chemiepak in korte tijd zo uit de hand kon lopen, staat niet op zichzelf. Er is een zich herhalend patroon van een initieel kleine brand in combinatie met grote hoeveelheden opgeslagen intermediate bulk containers, of IBC's. Deze IBC's, die per stuk 1000 liter vloeistof kunnen bevatten, blijken extreem kwetsbaar voor de directe nabijheid van vuur, zoals uit deze laboratoriumproeven blijkt. In bepaalde omstandigheden kan een IBC binnen 1 minuut smelten, waarna de gehele inhoud naar buiten stroomt. Dat is bij Chemiepak gebeurd, maar ook bij deze brand bij Distelex in Engeland in 2002. En onlangs nog bij een brand in Waxahachie, Texas. Duidelijk is te zien hoe de aanwezige IBC's in zeer korte tijd smelten met een onbeheersbare plasbrand als gevolg. De onderzoeksraad wijst erop dat het samenbrengen van grote hoeveelheden IBC's nog steeds dagelijkse praktijk is, maar dat dit grote risico's met zich meebrengt voor de veiligheid. Chemiepak was al in 2005 door een adviseur gewezen op het gevaar dat kon ontstaan bij brand.